Nee. Ze zou ook bij 108 en 315 kunnen zitten. Maar bij 108 hadden we al gekeken. Leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben de duik. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben Wint. En hier is Lise. Hallo. En hier is Esmee. Hoi. En kijk, we zitten zo op zulke karretjes. Oh ja, we zijn al uit, maar we wachten op Lotte, want die moet nog een uurtje. We gaan erop zitten, ik ga het doen. Oké. Okay. Nee, maar moet je op die, want die is leuk. Maar dan mag eigenlijk niet. Maar ja, nou wel. Lise gaat op de uitkijk staan. Ja. Als je iemand ziet, dan gaan Marina heen en weer duwen. Ja, maar je moet wel op de uitkijk staan. Ja, ik kijk, ja. Te kijken uit. Kom maar. Kijk nou, kijk dan. En dan gaan we gewoon dit doen. Zo'n beetje. En hij houdt me wel. Hij houdt zoals mij en Esmee en mij en Lise dus ja. Ja. Best wel sterk. Ja, wow. Niet dat we anders zullen ze heel zwaar zijn of zo, maar... Ja, we moeten 10 kilo vlees houden. Zo. So. Maar kijk, hè. Wow. Maar kijk, weet je wat er dus... Oh, wow. We wachten nu dus even op Lot, want die moet nog een uur. En weet je wat we dus tijdens de pauze deden om wiskunde te leren? Want ik zou vandaag een toets hebben, maar dat is een beetje anders gelopen. Kijk, we deden zeg maar dit. Kijk. Oh, ik ga we hadden er twee naast elkaar. Oh! Zo, dat was echt net. Maar ja, sorry. Kijk, we zitten zo dan en heb je hier zo'n tafeltje. En dan gingen we leren en huiswerk maken en daarna eten. Leuk, hè? Ja, vind ik ook. Er zit hier wel boven kauwgom. Eeuw, daar. Ja, iets van daar links. Rechts van links. Daar zit één vies kauwgom. Ja, maar veel manieren. Het is echt deels meer. Ik raak het niet aan, daar wees je gewoon niet bang. Nee, dat zou ik ook niet. Oh, vermoord dat ding maar, joh. Maar, nee, hij zit me te slopen. Nee. Oh, maar daar zitten ze dan nu dus zo. Ja. Tot zo. We gaan zo even bij Lotte kijken, want die zit lekker bij de computers. Ja, joh. We gaan. Oké. Okay. Het staat niet op film, jammer. Ik was wel aan het filmen. Ja, oké, okay, maar we gaan nu dus de spion. Ik ga hier even spioneren. Zij is aan het werk bij de computers. Het is echt leuk om door de school heen te lopen. Ik ga eerst stil kijken, ja? Ja. Oh, je ziet hier niemand. Huh? De computers zijn leeg. Dan gaan we bij het tweede kijken, bij de mediatheek. Dit is echt een paal als je er niet zit. Oh, daar komt even Lisa voorbij je rennen. Ja, oh ja. We kunnen wel met engineer. Dus... Ja, we gaan bij engineer lukken, want ze zit bij praktijk. Je kan niet eraan kijken. Ja, ja, ja. We gaan naar beneden. Ze zat dus het uur hiervoor hier. Ja, we waren een beetje door de war geraakt. Ze zit nu bij de praktijk. Maar dat stond niet op zondes. Jawel, twee. Oh. Volgens mij wel. Oh, maakt niet uit. Ja, waar gaan we heen? Ja, we kunnen we via deze kant. Ja, hoe gaan we? Okay. Ja, maar nou. Daar... Nee, ja, we gaan deze. Nee, dat maakt niet uit. We gaan deze. Tuurlijk wel, dat is veel korter. Nee, deze kant. Nee, deze kant. Hoe moet ik dan maar wel naar vier? Ja, ja, weet ik. Maar dat is even snel. Ik last voor toetsen. Ik zit eruit in een paarden. Ja, trap. Of dat wil ik gewoon. Ja, ook nee, het rook hier echt een paarden. Daarom. Misschien staat er wel een paard. Er staat een paard in de gang. Oké. Oké, we zijn er bijna. Daar is Lise. Daar is ze mee. Hallo. Oh, daar. Lies. Lies. Ja. Oh, daar ben je. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Nou, even hallo zeggen tegen de conciërge. Oh, hier is ook niet. Hè? Zit daar nu een andere klas? Ja, ik. Zal ja, maar waar kan ze anders zitten? Hier is ze ook niet. Zit ze niet in onder? Ik ga op de in het Bertalab. Ik ga op de rooster. We gaan nu even de rooster bekijken, maar nu snap ik het niet. Nou, dat was engineering uitgevallen of zo. Dan zijn ze op ons wachten. Ja, dat had ze gezegd. Ja, dat is waar. Welke verdieping zijn we? Oh, eerste. Die eerste, nu bij het voorzitter lokaal. Oh ja, daar is een nieuwe klas. Nou, nu lopen we zeg maar daar bij biolokale en verzorgingslokaal. En waar we net zaten met Nederland. Hoi meneer. En dus geschiedenis. Hoi meneer, met zich, wie zei dat? Waar lopen we nou weer naartoe? Ja, we lopen lekker door de school. Ja, waar ja. Zitten we altijd met geschiedenis? Daar ergens. In 101 hier zo. En met Duits. Ik heb een les.
er is geen les. Nee. Lisa stond te springen, want ik stond ook te springen. Wij krijgen altijd van de vrouw van de meulen. Springen! Onze mentrix. We gaan nu weer hierheen wandelen. Het is echt niet boeiend als zo voor jullie. Maar het is gewoon leuk om te filmen. Dit senioren-aula soort van ding. Dat bedoel ik. Het zijn lekker grote kinderen. Nou, we weten nu dus niet waar ze zit, want het is een beetje verwarrend. Maar dan gaan we bij de mediatheek kijken. Ze zit helemaal nergens van leeg. Nee. En ze zou ook bij 108 en 315 kunnen zitten. Maar bij 108 hadden we al gekeken. We zijn lekker op speurtocht naar Lotte, jongens. Oké, hier zitten andere mensen. Wacht even. We gaan nu naar het bed, Anna. Ik denk dat je het gezegd hebt. Oké, bij 315. Nobody here. Nou, dan weet ik het ook niet. We kunnen het echt niet vinden. Het troost op DCJ1 en zo. Lotte, waar ben jij? Wacht, stuur nog even een appje via de groep. We blijven heel veel hier staan. Ja, oké. Nou, we hebben het opgegeven. We gaan nu even naar beneden lekker huiswerk maken. Dus ja, jullie zien ons zo meteen weer. Nou, we zijn nu thuis en we hebben ons huiswerk allemaal schoongemaakt. En nu is Lotte er ook. Hallo. Hallo, en hier is Lisa. Hallo. En daar is Esmee. Hallo. Ah, we zitten hier met z'n drie op één bank en Esmee is een lekker loner. Arme Esmee. Nee, Luca. Luca! Kijk, jongens, mensen. Waar is Luca? Is Luca daar? Nee. Oh, Luca daar. Luca. Oh, Luca daar. Luca Poesje aan het spelen. Hé, hey, Luca. Ik heb al getonkt, hè, met een jongen. Echt waar, ik heb getonkt. Want mensen, ik was toen ik foto's ging maken met mijn mooie witte rijbroek, weten jullie nog? Ja. Was ik even bij hem een kusje aan het geven bij Veersje. En ik gaf zo een kus op zijn mond en ik was aan het praten en floep zo die tong. Maar ja, nu zit Esmee niet meer lonen, want Luca zonder had ik weggelopen. Zo. Grokkie. Ja, een beetje. Esmee is spriet. Hè, Esmee? Ja. Dus nu heet spriet. En zij zijn Lieselotte. En hoe heet ik? Ik heet Kip. Ik ben Kip! Zo, die lach. Wacht, ik kan... Marina en Esmee heet ze Marinees. Maar Chinees? Nee. Hoi. Kijk, ik ga een Aikido rol doen. Oh, god. Hier, veel. Wacht even. Zo, dan kan je ook inzoomen. Gaat zeker inzoomen. Wacht, hij is niet scherp aan het stellen. Dat moet hij wel doen. En nog steeds niet. Nou, stom ding. Geef me eens uit. Nog steeds niet. Ja, nou, kijk hè. Oké. Okay. Oh ja, dit had geen pijn. Nee, niet. Kijk, je moet zeg maar niet op je hoofd hebben, maar over je schouder. Dus je moet zo even de proef uithangen. Ah, ik doe wel pijn. Maar ik steeds kan niet meer. Hallo mensjes. Nou, dan hebben we eigenlijk de vraag van waar zat Lotte nou? Want we waren natuurlijk echt 10 minuten, nou langer, een kwartier aan het zoeken. Ongeveer, denk ik. En we hadden het er uiteindelijk toch niet gevonden. Ze bleek dus in 212 te zitten. En waar zijn we geweest? We zijn bij 004 geweest in het theorie... Lokaal praktijklokaal. We zijn nog beneden ook nog ergens anders geweest. We zijn boven op de eerste verdieping bij de computers geweest. Bij de tweede verdieping bij de computers en bij de mediatheek geweest. En bij de derde verdieping bij Bertha Lab. Dus 315. En ja, we zijn overal geweest boven bij 212. Dus ja, we hebben er dus wel uiteindelijk is gewoon naar het lijstje gekomen. En daarna zijn we eerst naar mijn huis gegaan. Toen gingen we daar gewoon een beetje weet ik veel wat doen. Eten, drinken. Daarna gingen we naar Esmee's huis om Esmee weg te brengen. Daarna gingen we Lieselotte en ik nog even naar Lotte's huis. En toen zijn Liesel en ik weer naar huis gefietst en is Liesel naar huis gegaan. Dus ja, dat was helemaal leuk. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Loek, kom eens even. Hey, sorry. Nou, ik ga ze wel pakken hoor. Oh, ik word echt bang voor je meid. Heel bang zelfs. En morgen ben ik lekker de eerste 2 uur vrij. En ik ben tussenuit. Dus ja, tot morgen allemaal. Joehoe! Zwaaien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja.
Wil je nou nog meer filmpjes zien? Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!